Het betreft twee portretten. Eentje van de vrouw Justina Wilhelmina Blom en haar echtgenote Simon Willem Flaming Kiebert. En de daguerreotypie is die allereerste fotografische techniek, is uitgevonden in 1839. Het is een heel erg bijzondere fotografische techniek, want ze heeft een ongekende detailweergave en hoge scherpte. Hij werd gemaakt in de camera en er bestaat geen negatief wat verveelvuldigd zou kunnen worden. Het bestaat dus altijd alleen maar deze ene opname. En dat is vrij typisch dat in die tijd portretten werden gemaakt van mensen die gingen trouwen. De techniek van de daguerreotypie was heel erg ingewikkeld, vrij kostbaar en zeldzaam. Dus men maakte toen niet op elk moment van het leven een foto van zich. Het waren alleen maar heel erg bijzondere momenten waar foto's werden gemaakt.